Het wie een grote klap voor het dorp in 1994 doet het zuivelfabriek van werk hier tegenkomen. Meer dan 300 werknemers staan in één keer op stritten. Nou, 4 jaar later, speelt de fabriek weer een wichtige rol in het dorp. Zuivel, daar had het niet meer mee te krijgen. Het binnen 10 Lietse ondernemers die het mij orenzaken onder dak voen hij in de fabriek. 4 jaar geleden werd de oud-zuivelfabriek in Wergeer sletten. Hiel het dorp wie doen een rauw dompelen. Dat werkt logisch, want in de fabriek winnen meer dan 300 mensen om het werk. En oren werken liggen niet, wie er in Wergeer ook net. Voor het Lietse dorp werd het een grote klap. Ja, het is, dat komt hard aan. De praat weer er al lang, maar ja, dan komt de beslissing en dan, ja, dan is het heel anders. Ik persoonlijk werk net op een frico, maar ik ben wel een werkgeester. Dus ja, voor het dorp zelf weer een grote klap natuurlijk. Een fabriek die ooit een keer de modernste van West-Europa samen hier ophouden, ja, dat is toch wel wat. Doet de oud-zuivelfabriek dichtgaan, minder verskate mogelijkheden. De fabriek afbreken en de nijbouwdeel zetten, want er wie al een plan voor 15 bungalows. Als beziek je werkgelegenheid te creëren in de bestaande gebouwen. Er is de kiezen voor de laatste optie, het creëren van werkgelegenheid. De drongen die ben daar dik tevreden. Draaien goed op dit moment. En ja, zei ik al hier van wij hebben mogelijkheden om in de toekomst uit te breiden. Dus dat is beslist duidelijk positief. Daar ben we heel blij mee. Nou, het is het beste plan wie West afbreken en naar Huizendel zetten. Dat is het beste West. Maar dat is van oor op psychosen. En dan maken we voor mij wat van de maatjes. Maar dit complex moet wat lietskaliger maken worden. Dus door er wat voor te bouwen en wat omheen te zetten, dat die rompte wat lietser worden. En dat kerst wel mooi met lietse bedrijven. Op dit stuit zitten er zo'n tredje Lietse bedrokers in het oortzuivelgebouw. En er binnen al plannen maken om dit verder uit te verrijden. Want de ondernemers die het hier vestigd hebben, draaien goed. Likas Hans Cinema. Voor de hier had hij zijn eigen drukkerij in de orenmachinekamer van een Friescel. Ik geloof dat ik in eerste instantie wel blij ben met het plek wat ze nou hebben. Een goede bereikbaarheid hier, goede parkeerplakken. En we zitten ze in de stad hoor. Ik bedoel, je bent je haast jij hier als op de oorkant van de stad. Ja. Zo simpel is het. Dat gaat heel best verder. Neffens werd we eerst wijkamen, dan moesten we eens behelpen. Ja, alles te bedieken. Je zit nu altijd boven door te werken. Maar dan kon je weten, ja, dan kon je twee trekken zien. Maar dan kon dit soort akkerlaren, die kon er net in. Dus het terrein en die boer die moest het inbroeken. Dan zie je niet even in het draaiwater. En je kan mooi alles binnen door. Dus dat is ideaal. En rondom het heen, je kan alles maar aan de kant zetten. En, ideaal. Er wordt bezocht om vooral aan de noordkant van de zuivelfabriek nog uit te verrijden. De plannen daarvoor liggen al klaar. Alleen nog met de oerheid nog wel green jocht Jan in verband met de daarvoor nedige vergunnings. En daar liggen nog wel wat problemen. Want je kan je geen eisen voorstellen wat je aan nijbouw zetten. Je stit een gebouw, bijvoorbeeld zo'n tank is roem, ik ken het van jouw kant maatje. En de investering is zo heeg dat er met rendement uitkomen kennen. En de bedrijven die in een werk komen, het maakt je goed keeper zijn in de Ljout of in het Veen. We horen van wat je lege huisvesting kost, dat is het idee van meer te komen. Fjouwer Rivelin wint er meer dan 300 mensen aan het werk in de zuivelfabriek. Dat al drukt het er nou nog net, maar de ontwikkelings in Wergeer zorgen er positief uit. Je hoeft niet net de hoop te hebben dat er weer 300 mensen in die fabriek kwamen te wennen. Maar op dit moment werken er een 80. En ik ben ervan het zorgen dat misschien ik nog wel eens een keer verdubbelen. Nou, dan ga je toch uiteindelijk weer een behoorlijk stukje werkgelegenheid waarom woon in jouw dorp. En ik denk dat dat heel belangrijk is en daar ben we best tevreden mee. En ik de toekomst van Wergeer zocht er goed uit. Want mocht de steende meersroute teruggaan, zat door de plan binnen, dan is dat benam voor de bedrijven die het afhankelijk binnen van het wettertoerisme een gunstige ontwikkeling. En boven dat binnen de plannen om het bedrijventerrein wat publieksvriendelijker te maken. En dat het daar toch beter aansluit bij het dorp.